Hallo kijkers van GameLuikers IQ. Ik ben Wout en ik ga vandaag weer verder met het spel Mind G. Ik heb hem net gerekeld en ik ben gestort, dus... Ja, dag, boeien. Ik start gewoon even opnieuw. Maakt helemaal niks uit. Maar dan zien jullie ook een stuk, want het kan ook een beetje saai zijn. Van wat nu allemaal dat ik spullen heb gepakt. Maar goed. Ik heb in de vorige episode... Yes. Stond nergens... Heeft niemand ingeschreven wat ik dit keer moest doen. Dus ik heb mezelf voorgenomen. Het is vandaag... vijf mensen of andere dingen vermoord. Dat is niet weer zo. Ah, verkeerd om, hè. Oké. Maar ik vind het wel jammer dat niemand een comment heeft geplaatst van hoeveel gastjes ik vandaag moest verslaan of zombies. Dan verzin ik het gewoon zelf. Dus je hoeft niet per se te schrijven, maar het is wel leuker. En ik vind nu echt heel veel dingen. Dus als ik heel veel stuff heb, dan ga ik er pas de aanval in. En een bow heb. Let. Maar oké, ik weet niet of jullie het weten, maar ik zit nu in de middelbare school. Ja, ik heb het daar gewoon heel erg in aan mijn zin. Dus ik ben nog niet zo heel lang, maar het is gewoon leuk. En ik denk dat het ook misschien was omdat van de eerste week, maar het kan ook dus ook wel, dat heb ik ook gehoord, dat de eerste week is heel erg leuk en daarna, wordt het gewoon saai. En ga je telkens dood vervelen. En ik zit in de catacombes. dit wil ik ook nog even vertellen. Ja, ik weet waarom ik eigenlijk niet zo goed weet wat ik moet zeggen, omdat... ga ik nog ook nog wat doen. Als ik dan bijvoorbeeld vertel. Gewoon de Minecraft Survival World. Dan kom ik makkelijker uit mijn woorden. Want dan kan ik bijvoorbeeld zeggen. Ja, dit moet ik doen. En dit hebben jullie verteld. Dat ik dat zo moest doen. En dat kan bij dit soort Mind-G gewoon niet. Echt handig. Maar mensen hebben mij ook verteld, gewoon mensen die ik ken. Ze hebben mij gewoon verteld, ja, ik moet meer spanning maken. Alleen, ik vind dat... Hoe de fuck is hij daar gekomen? Oké. En dus ik wil wat meer spanning maken. Wat ook heel moeilijk voor mij zal zijn, want... Dit allemaal... God. Het is allemaal heel nieuw voor mij. Oh... Want ik heb eigenlijk nog nooit iets gedaan voor YouTube. Dus ik kan wel een beetje begrijpen dat het allemaal gewoon wat lastig is voor mij. Dus dit is ook nog een beetje wat vertellen over alles. Dat voor mij ook alles gewoon heel moeilijk is. Het kan een beetje saai zijn, maar ik beloof dat gewoon niet meer met de volgende episode zal zijn. Wat moet ik vertellen? Ik heb daar de hele tijd over gehad. Alle punten dat ik gewoon... Ik zat verteld, had ik al gedaan. Maar, weet je, ik ga stoppen met dit soort dingen vertellen. Laat ik gewoon nu maar aanvallen. Ik heb nu bijna alles. Even kijken. Moet je altijd aanvallen als ze net een chest hebben geopend. Want dan zijn ze iets makkelijker te verslaan. Voor mij zijn koekjes heel sterk. Als ik maar één wief heb... Rozenraad. Oké, wat kun je in godsnaam met rozenraad? Ja, wiet. Nu kan ik volgens mij koekjes maken. Tenminste als er is... Is het hier een chest? Nee. Oké, waar staat het in het huisje ook alweer?
Heb ik de koekjes, dan ga ik aanvallen plegen. Oké. Ik ben vandaag, heb ik eerder gerecord. Alleen ging snel dood. Dus het kan nog wel eens voorkomen. Als ik record, dan doe ik het heel vaak, want ik wil gewoon dat het goed gaat. Heb je... Crafting table. Ja, ik weet niet of jullie het weten, maar heb je een gamekanaal, dan moet alles wel een beetje goed zijn. Dus, waar is nou die crafting table die ik ergens had gezien? Als ik nog één wiet vind, dan kan ik meer maken. Oké. Nergens. Boven was die, dacht ik, in totaal. Ik lijkt nog verder op zoek gaan naar stuff. Lag volgens mij niks. Nee. Ze hebben chase stuff. Heb ik heel snel een krachtentable nodig. Zodat ze me gaan aanvallen getoond. Dus. Oké. Crafting table. Waarom heb je nou nergens die dingen staan? Oh shit, volgens mij gaat hij me aanvallen. Als hij nu toch gaat lopen, dan gaat hij me aanvallen, weet ik zeker. Huh? Oké, lime die. Oké. Nee, ik wist het. Niemand is te vertrouwen hierin. Wat is dit? Ik ben aangevallen. Oei, ik bloed. Dat is het. Goed. Weet je jongens, ik ga gewoon in mijn eentje ga ik nog gewoon zoeken en naar de crafting table. Dus ik kap ook gelijk met de episode. Volgende episode dan heb ik de koekjes. Dus wees gerust, word ik opeens aangevallen, dan ga ik dood en ik heb de koekjes niet dan. Dan ga ik dan even snel filmen en monteer ik erin. Oké. Nou jongens, ik zie jullie later. En ja hoor, ik ben dood.